Inspectie alle verkeersborden? Maar waarom? Hoe staat het met de aanleg van het kunstgrasveld bij VV Walram? NSB-boek beschrijft zwart verleden Valkenburg. Het bedrijf Ronico.nl doet deze zomer weginspecties in de gehele gemeente Valkenburg aan de Geul. En dan kijken ze vooral naar de borden. Zijn die functioneel? Zijn die nog goed in onderhoud? Of moeten ze vervangen worden? Enfin, een heel scala aan maatregelen die genomen gaan worden. Dit allemaal in het kader van het ontzorgen van verkeersregels. En wat dat precies inhoudt, dat vertelt u wethouder Carlo van Kan. Ontzorgen wil zeggen dat we zoveel mogelijk onze gemeentelijke taken, voor zover het de uitvoering betreft, proberen neer te leggen bij externe partijen. En waarom gaat u vandaag alle borden in de gemeente inspecteren? Nou, het is niet alleen vandaag, het is de komende tijd. En borden zijn pas effectief als ze op de juiste plek staan, als het er niet te veel zijn en ook als ze niet scheef hangen of bevolgeplakt zijn met stickers. En dat is wat dit bedrijf voor de gemeente Valkenburg aan de Geul in kaart gaat brengen, zodat wij de effectiviteit van de borden kunnen vergroten. Door ze bijvoorbeeld schoon te maken, maar ook door borden die overbodig zijn weg te halen en daar waar borden verdwenen zijn, om die op de juiste plek terug te hangen. Dus het schoonmaken, het verplaatsen, het weghalen, het terugbrengen, dat gaat op een later tijdstip gebeuren? Dat gaat op een later tijdstip gebeuren. Wij zullen ook daar een beleid op formuleren. Omdat als een bord een beetje vies is, maakt dat niet zo uit. Maar als een bord helemaal groen is van de aanslag, dan zullen we het laten vervangen. En in die vervanging werkt Ronico nauw samen met onze eigen gemeentelijke buitendienst. Meneer Herberg, we staan hier bij een bord wat niet meer helemaal van toepassing is. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, de verkeersborden hier moeten op elkaar aansluiten. Dus als een onderbordje bijvoorbeeld stelt uitgezonderd fietsers, bromfietsers, moet het andere bordje dat ook zeggen. Die moet ook zeggen uitgezonderd fietsers, bromfietsers. En hier zijn die twee onderbordjes niet hetzelfde. Dus dat brengt verwarring voor de weggebruiker. Die brommer die weet niet, mag ik hier nou wel in of mag ik hier nou niet in? Dus daar kijken we naar, zijn de maatregelen sluitend? Waardoor er dus duidelijkheid ontstaat. U gaat daar onderzoek naar doen? Wat denkt u tegen te komen hier in de gemeente? Ik denk dat er heel veel borden eigenlijk opgeruimd kunnen worden. Er staan enorm veel borden. En hoe meer borden er staan, des te minder elk individueel bord opvalt. Dus bordenreductie wil zeggen de borden die overblijven, ja, die krijgen meer waarde. Dus de essentie blijft over. En ook de verkeersmaatregel, wat ik zei, om borden op elkaar aan te laten sluiten. Als een zone ergens begint, dan moet die ook eindigen. Dus dat soort dingen, daar gaan wij ook naar kijken. Hoe lang denkt u nodig te hebben voor de klus? Nou, er zijn heel veel borden. Dus wij zijn hier de zomer wel eventjes zoet mee. We hebben gehoord dat Ronico de hele zomer bezig is met het inventariseren van borden. Wat gaat er daarna eigenlijk gebeuren? Nou, we hebben Ronico gevraagd om een nulmeting te doen. Dat wil zeggen dat we alle verkeersborden, wegwijzers, straatnaamborden inventariseren. Dan komt een rapportage waarin staat wat gewijzigd moet worden, wat aangepast moet worden, wat schoongemaakt moet worden, wat vervangen moet worden. En die rapportage die leggen we voor onze buitendienst en die gaat vervolgens aan de slag met de aanpassingen op straatniveau. En dat kan allemaal dit jaar nog afgewerkt worden of hebben jullie daar langer voor nodig, denk je? Nou, we werken in fases en we werken aan de hand van prioriteiten. We hebben de eerste prioriteit gegeven aan het centrum van Valkenburg vanwege alle ontwikkelingen die de laatste tijd zich hebben afgespeeld. En we gaan na het centrum van Valkenburg gaan we vanzelf door naar de overige delen van de gemeente. Afgelopen week zijn twee ezels geplaatst in het voormalige hertenkamp aan de Dr. Hermanstraat in Valkenburg Centrum. De ezels zijn eigendom van een vrouw die in Valkenburg aan de Geul vakantie houdt. Ze is erg ziek en zal binnenkort een operatie ondergaan in een kliniek in Duitsland. Een vriend van haar heeft zich ingespannen om in het hertenkamp de beide ezels ondergebracht te krijgen. De gemeente Valkenburg aan de Geul stemt daarmee in. De ezels grazen het terrein af en de vriend van de zieke vrouw houdt meerdere keren per dag toezicht. Het is geen blijvende situatie. Op het ogenblik vinden er geen voetbalactiviteiten plaats op het hoofdveld van de VV Walram aan de Oosterweg. Er wordt hard gewerkt om voor aanvang van de nieuwe competitie de kunstgrasmat klaar te hebben. Aan voorzitter John Pisters de vraag, hoe ver zijn we vandaag? Nou, we zitten nu momenteel in fase 2. Dat betekent dus dat de technische bovenlaag op dit moment aangebracht wordt. Dat heb je gezien in het zwart.
De lichtmast is gewoon lichtheid. De bestrating om het veld wordt op dit moment gerealiseerd. En de volgende stappen is het kunstgras en het aanleggen door Wallerham zelf van het nieuwe terras. En de geplande einddatum is 8 augustus met een opleveringsdatum van 12 augustus. Dus als alles goed gezind is, dan hopen wij vanaf 14, 15 augustus op het nieuwe kunstgras te kunnen spelen. Spelen of wordt er ook op getraind? Trainen doen we voorlopig op het gras nog, want we kunnen niet eerder als 14 augustus op het kunstgras trainen. Ja. Maar wanneer het operationeel is, dan gaan we vooral trekken op het kunstgras trainen. Onlangs bracht historicus Jaco Zilvertand uit Valkenburg de historie van de NSB in Valkenburg-Houtem in de toenmalige gemeente in kaart en heeft daar een boek over uitgebracht. De NSB-periode in de jaren 30 tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En ik vraag aan Jaco of er inderdaad veel mensen lid zijn geweest van de NSB in Valkenburg in die periode. Nou, in aantallen misschien niet zoveel, maar relatief gezien wel. Ja, er waren de gehele oorlog door zo'n 200 mensen lid van de NSB. Als je zo'n boek gaat schrijven, dan kom je ook heel veel gevoeligheden tegen. Mensen die je daarop aanspreken, waar je interviews mee gaat doen. Zijn er nieuwe gezichtspunten naar voren gekomen in die geschiedenis? Ja, er was natuurlijk weinig bekend over die NSB in Valkenburg. Dus eigenlijk het meeste wat in mijn boek staat is nieuw. Als het al bekend was, dan is in ieder geval het verhaal zoals het er nu ligt een stuk genuanceerder. Omdat natuurlijk in de archieven, en dan met name ook de verschillende archieven, een historisch veel nauwkeuriger verhaal staat. Kun je een voorbeeld noemen van een familie die je verder uitgediept hebt in het boek? Nou, een belangrijke familie in Valkenburg was de familie Pluimakers. Waartoe ook Leo Pluimakers behoorde van het vroegere land van Valkenburg. Daar gingen natuurlijk al een hele hoop verhalen van in Valkenburg. Maar we wisten eigenlijk, ook de familie zelf niet trouwens, wisten eigenlijk niet zo goed wat er nou precies gebeurd was. Nou, en daar zijn dat verhaal is wel een heel interessant verhaal geworden. Omdat het een heel typisch NSB-verhaal is van een familie die al voor de oorlog kiest voor het nationaalsocialisme en natuurlijk tot het einde van de oorlog daarin meegaat en uiteindelijk daar ook aan ten onder gaat. We staan hier op een historische plek, de plek waar Mussert ook een grote redenvoering gehouden heeft. Er zijn meerdere redenvoeringen ook hier geweest. Waarom werden die hier in Valkenburg eigenlijk georganiseerd? Nou, Valkenburg had natuurlijk toen ook al een toeristische infrastructuur met heel veel hotels. Er was een spoorlijn natuurlijk, dus vanuit heel Nederland kon men hier komen. En wat nog belangrijker was, al die mensen die hier naartoe kwamen, die konden overnachten. We staan hier in het Openluchttheater. Hier zijn in het laatste oorlogsjaar bijvoorbeeld twee grote bijeenkomsten geweest. Eentje in juni 1944, waarbij je moet zich voorstellen hier 3600 mensen zaten. En in augustus, een maand voor de bevrijding, Anton Mussert, hier op deze plaats waar ik nu sta, 1100 mensen als zijn gehoor. Dat waren enorme massa's in die tijd. Dat werd niet voor niks gedaan. Ik denk dat ze toch een beetje zieltjes aan het winnen waren, de NSB. Als mensen nou lid werden van die nationaal-socialistische beweging, wat hing daar dan aan vast aan verplichtingen? Nou, er werd wat van je verwacht. Met name dat je natuurlijk actief meedeed aan het promoten van dat nationaal-socialisme. Het is niet zoals tegenwoordig je wat lid van een politieke partij en dat was het dan. Men werd verwacht cursussen te volgen, waarin men dan nationaal-socialistisch werd gevormd. Men werd verwacht het Volk en Vaderland, het krantje van de NSB, te verkopen. Dus het is niet dat je zomaar even lid werd. Daar werd je ook op aangesproken. Men zegt vaak, ja, de mensen werden als gevolg van de omstandigheden werden ze lid, omdat ze dan bepaalde voordelen hadden. Dat klopt tot bepaalde hoogte, maar nogmaals, er waren meer mensen die die keuze niet maakten. En dat had er met name ook mee te maken dat je, er werd wat van je verwacht. Wat was dan fout als je lid werd van de NSB? Nou ja, de Nederlandse bevolking zag het als landverraad. Omdat de NSB natuurlijk al voor de oorlog dweepte met Nazi-Duitsland. En toen de bezetting er eenmaal was, toen was het natuurlijk voor de bevolking duidelijk. De NSB hulde met de Duitsers. En in die zin zagen dus veel mensen zo'n lidmaatschap als landverraad. Je hebt het boek uitgebracht, ongetwijfeld al reacties gekregen. Hoe kijk je er zelf nu op terug?
Ja, toch een moeilijke bevalling. In meerdere opzichten. Je had het al over de gevoeligheid van het onderwerp natuurlijk. Dat is één aspect. Een ander aspect is natuurlijk van hoe ga je met die gevoeligheid om. Er zijn altijd mensen die je natuurlijk daarmee raakt. Andere mensen die zijn heel dankbaar dat je hun familiegeschiedenis invult. En weer andere mensen die zien het echt als een verrijking van de plaatselijke historie. Omdat het een onderwerp is wat juist door die gevoeligheid natuurlijk dreigt onder de deurmat van de geschiedenis te belanden. Omdat de mensen die het gedaan hebben toendertijd, die zijn nu, de meesten zijn dood. En de nabestaanden die kennen vaak toch niet de juiste verhalen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat voor nabestaanden ook wel lastig is. Als je dan nu geconfronteerd wordt met een hele andere waarheid. Ja. Meer dan 5000 jaar geleden hakten onze verre voorouders schachten en gangen in de Mergel op zoek naar vuursteen. Het Rijksmonument Vuursteenmijntjes aan de Plenkenstraat is uniek in Europa. Vanaf de openbare weg kun je zo kijken in de gangen en schachten die er 5300 jaar geleden zijn gemaakt. Over de prehistorie van Valkenburg en in het bijzonder over de vuursteenwinning worden op de donderdagen 28 juli, 11 en 25 augustus, 20 en 27 oktober steeds om 2 uur presentaties gegeven in het Museum Land van Valkenburg. Gevolgd door een wandeling naar de mijntjes met nog meer verhalen en uitleg ter plekke. En dat gebeurt door deskundige gidsen van de stichting In Onze Landen van Valkenburg. Kijk voor meer tips naar Uit in Valkenburg via tvvalkenburg.tv/uit.